Tijd voor ons laatste bezoek aan isolatieplatenproducent Unilin. Vandaag wordt hij bijgepraat over wat er allemaal op de werf gebeurt. Peter, wat gebeurt er precies op een werf van jullie? Dus de dakelementen zijn een all-in-one concept. Dus wij combineren isolatie, een structuur, een dampscherm, dus dat is ook de luchtdichtheid onmiddellijk, en een zichtzijde naar keuze. Dus door het feit dat je dat gecombineerd hebt, ga je eigenlijk uitvoeringsproblemen veel minder snel kunnen voorhebben. De luchtdichtheid is de laatste jaren een hot topic. In ons dakelementen zit het onmiddellijk verweven, dus bij de plaatsing onmiddellijk wordt het geheel luchtdicht zonder enige extra moeite. Dus voor de aannemer eigenlijk een groot voordeel. Wat is de expertise van de mannen die op de werf werken? Wat moeten zij kunnen? Dus sowieso, het plaatsen van dakelementen is vrij eenvoudig. Uiteindelijk gezien, als een aannemer uitgerust is met een kraan en gepast hijsmateriaal, dan kunnen zij het op de dakstructuur heffen. Dat is een kwestie nog van vaste schroeven in de onderconstructie, op te spuiten met een flexibel blijvend schuim. En het geheel is al water- en winddicht op één dag. En hoe verloopt de samenwerking tussen de mensen die op die werf werken en daar rond, zoals architecten en aannemers en zo? Dus eigenlijk, binnen de organisatie hebben we verschillende mensen die verantwoordelijk zijn voor bepaalde personen. Dus in het geval van architecten hebben wij project sales managers die uiteindelijk de architect technisch ondersteunen, bijvoorbeeld ook lastenboekteksten voorzien, maar ook aannemers aanbrengen zodanig dat zij uiteindelijk voor de werf de geschikte aannemer hebben. Naar aannemers toe hebben we application engineers, dat zijn eigenlijk techniekers die in het veld de aannemer gaan ondersteunen, zowel naar plaatsing toe als eventueel opmeting, ook technisch advies valt eronder. Meer weten over Unilin? Kijk op allezakenoprijtje.be.